Een hele goede middag, denk ik dat het is. Is het al middag? Ja, te lang. Ik heb een stoma, denk ik. Te lang geslapen, hè? Ik heb een, ja. Ja, een box gekocht bij de Lidl. Dat komt altijd in zo'n mooi papieren groen doosje, ja. Maar ik ben meestal op de fiets, dus dan kwak ik het in een andere tas. Dus ik weet al wat erin zit. Oh, de verrassing is eruit. Voor jou niet. Gaat je verrassen, Martie. Oh, oké. Het vult je fruitschaaltje. Bij de Lidl is altijd vegan. En deze keer ligt de nadruk op fruit. Hey, aardbeien. Net als de aardbeien in de tuin een beetje op zijn, toch? Ja, dat is lekker. Nou, heb je weer nieuwe. En kijk eens hier, dat is nog veel... Druiven? Fijner. Nee, kersen. Oh, kersen. Korsen. Korsenklokken. We hebben korsen geplokken, zeggen ze in de Betuwe. Zeggen. Ja. Nou, en het vaste waarde in de box van de Lidl is toch altijd? Een wortel. De wortel. Ja. Eén wortel. Eentje maar. Twee. Drie. Vier. Heel goed. Ik kan net geen huspot van maken. Maar nee, maar je kunt het ook zo eten boven. Hoor. Vind ik ook wel lekker. Zeker, dat kan ook. Klaar ook eens. Klaar ook eens, zie, precies. Bananen. Bananen. Zes bananen. Nou, best nog oké. Zo stoppen wij ze wel in de yoghurt. Heel bruin vind ik niet zo lekker, maar dan kan je er altijd nog een cake van bakken. Goed, hè? Ja. En dat was hem? Nee. Oh, ja, weet ik veel. Het zou al echt... Want er is maar 2,99, hè, de box van de Lidl. Ja, maar... precies. Dus dit is al... Dit is het makkie, makkie. Mama makkie. Oh, en aardpieper. Aardappels. Drie. Ik voel toch iets wat aankomen. Vier, want ik zie ineens nee, joh. Nog een wortel zitten. Zit er een worst in? Nee, het is vegan, hè? Ja. Vijf aardappels. Zes aardappels. Zeven. Nou. Ja, oh, ging niet bijna. Acht aardappels. Zo. En dan, wat zou u verder nog willen hebben? Een appeltje of zo? Zit er niet toevallig? Heb ik! Appel. Appels. Eén. Twee. Ja, twee. Sorry. Wat zou je verder nog willen hebben? In het kader van groente en fruit. Dat je zegt, nou zit dat er? Weet ik veel. Broccoli of zo lijkt me wel een keer lekker. Maar... Nee, dat heb ze niet. Heb ze niet, zou King zeggen. Wel sinaasappel. Oh, zit er geen groente in? Wel, er zit ook nog groente in. We zijn al lang niet klaar. De Lidl heeft ons goed bedacht. Auw, ik word geprikt op mijn rug. Nee toch? Ja. Sinaasappel. 1, 2, 3. Handsinaasappels zijn het. Mandarijnen. Het is geen mandarijnentijd hoor. 2 grote. En 3 kleintjes. Joepie. Ik kan ze altijd uitpersen. Het is niet echt meer tijd om ze te eten. Waar ik ook heel blij mee ben. Wat citroenen. Is citroentjes. 1. Maar nee, niet 2. Mango's. Hoe heet die andere dingen ook alweer? Voor onder de douche, zou ik maar zeggen. 3. Limoenen. Zit er ook vaak in. De frisheid van limoenen. Ik heb mijn shirtje erbij aangepast. Ik zie het, ja. Past heel goed. Maar kijk nou toch eens wat een box en wat er ook in zit. Een venkel. Doedelzak. Doedelzak, ja. Speel eens even doedelzak heel laat. Maar echt prima nog. Hij voelt nog heel stevig. Het buitenste blad is niet zo mooi, maar dan kun je er gewoon vanaf halen. Oh, nog een mandarijn. En een. Nee, nog meer. Ijsbergsla. Oeh, dat is een heel kleintje of niet? Nee, voelt nog prima. Voelt prima ferm. Kijk, haal je gewoon het buitenste blad eraf. Ja, niks voor twee personen. Fantastisch. En als laatste, tot ook niet onaardig, snijbonen. Ook niet slecht. Nou, kijk nou toch eens, voor 2,99. Het is weer een best perenjaar. Het is toch niet nee, normaal. Die zit er niet in, peren. Oeh, die aardbeien zijn wel een beetje... Ja, het is wel te goed te go, ja, hè? Die moeten we gelijk aan beginnen, zeg ik. Ik zie daar een rotte, maar... Ja, maar goed. Die halen we er gauw tussenuit. En de rest is oké. Ik voel een fruitontbijtje aankomen. Kan ook, of een fruitlunch. Lunchje. Ja, ja. Prima. Dus, nou, we gaan niet koken, want het is veel te warm. En, we houden het luchtig vandaag. Luchtig. Dus wat gaan we doen? Ja. Laten we te denken. We hadden een leuk idee, of eigenlijk Martin had een leuk idee. O jee, mijn nieuwe ik kan nooit veel worden. Eind oktober, begin november.
En ik heb de cover gekregen. Een aantal covers met de vraag, welke vind je het mooiste? Ja, en toen dacht ik... Ja, toen dacht Martie, misschien is het een leuke vraag voor jullie. Ja. Moet jullie even allemaal kijken. Ik heb beter heel veel mensen vragen. Ja, er zitten niet heel veel verschillen in. Nee, het zit hem met... Het gaat om het lettertype vooral. Ja, de foto de is, layout. Ja, beetje. Een foto wordt altijd gekocht. En dat staat eigenlijk vast. Maar het lettertype, daar zit wat verschil in. Dus. Maar ja, kijk gerust. Als je zegt, nou, dat is niks, is het natuurlijk ook prima. Maar het is leuk om jullie reactie te horen. En meeste stemmen gelden. Oh ja? Zit er ook nog een prijs aan vast of zo? Nee, die prijs krijgen we bij 1300 abo's. En we gaan goed, zou Sophie zeggen. Oké. Okay. Want ja, we zitten toch weer gewoon in de lift. En dat is heel erg leuk. Komende week ga ik zoals gezegd naar Epe met de moeder. En dan gaan we daar filmen en daar een box kopen ook. En ik ga ook koken. Ik ga in ieder geval kok over hem maken. En ik weet niet of ik dat al een keer gevlogd heb. Dan ga ik even nakijken. En anders doe ik dat voor jullie. Want het is ook wel een mooi Frans receptje. Ja. Ik ga nu even de covers ertussen zetten, oké? Okay? Heel goed. Nou, dat waren ze. Wat is jouw voorkeur eigenlijk? Of heb je geen voorkeur? Nee, dat ga ik niet zeggen, want dan beïnvloed ik de mensen. Ik heb wel een voorkeur, maar het is wel licht. En in mijn inner circle had iedereen een andere mening. Dus ik hoop dat er uit jullie reacties een beetje duidelijkheid komt. Dat zou wel heel leuk zijn. Maar goed, nogmaals, do as you please en geen verplichting. En hoe staat het ook alweer? Wanneer komt hij? Begin november. En dat is eerst alleen de e-versie. E-versie, de e-book. Dat in vaktaal. Ja, ik ben niet helemaal goed wakker, dat merk je wel, hè? Ja. Ik ben een beetje dweel. We hebben gisteravond een hele leuke avond gehad met vrienden. En dan wordt het altijd nachtwerk. En dan moet ik de dag daarna bekopen. Ik ben ook geen 18 meer, hè? Nou. Ik word oma. Ja, dat is waar. Maar ook dat is ergens rond november, geloof ik. Ja, dat is rond dezelfde tijd. Oeh, dan wordt het een leuke tijd. Heel spannend najaar. Zo is dat. Anyway. Bedankt voor het kijken voor deze keer en graag tot de volgende keer. Oké, doei!